Een goede voorbereiding is belangrijk voor een succesvolle operatie. Volg daarom voor de operatie de volgende instructies goed op: Stop met roken. Bij mensen die roken geneest de operatiewond minder goed. Draag geen sieraden of piercings. Gebruik geen make-up, bodylotion of crèmes op uw gezicht en lichaam. Verwijder nagellak of kunstnagels met een kleur. U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u voor uw operatie niet meer mag eten en drinken. Oh. Tijdens de operatie kan eten vanuit uw maag uw keel instromen. Dit kan levensbedreigend zijn. U mag daarom op de dag van de operatie niks meer eten. Ook geen soep of bouillon. Heldere dranken drinken mag wel. Bijvoorbeeld water, thee, aanmaaklimonade en zwarte koffie. Suiker mag wel. Drink geen melkproducten, sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol. Vanaf twee uur voor uw operatie mag u niets meer eten of drinken. Medicijnen die u mag blijven gebruiken kunt u dan met een klein slokje water innemen. Volg deze instructies en u gaat goed voorbereid naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Hier krijgt u van een verpleegkundige een operatiejasje en een polsbandje met erop uw gegevens. Voor uw kleding en eigendommen zijn er kluisjes aanwezig. Laat uw waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. U kunt plaatsnemen in bed tot u aan de beurt bent voor de behandeling. Vervolgens wordt u naar de voorbereidingsruimte gebracht. Hier krijgt u een infuus, een bloeddrukmeter om uw bovenarm, plakkers op de borst voor bewaking van het hartritme en een knijper op de vinger voor het meten van het zuurstofgehalte. U maakt kennis met het anesthesieteam. Zij begeleiden u tijdens de hele operatie. Bij een plaatselijke verdoving wordt deze mogelijk hier al geplaatst. U wordt naar de operatiekamer gebracht. Hier neemt u plaats op de operatietafel. Het gehele operatieteam stelt u een aantal vragen om te controleren of u de juiste persoon bent voor de juiste operatie. Na deze controle krijgt u een van de vormen van anesthesie. Spinale anesthesie of ruggenprik is een vorm van regionale anesthesie. Soms wordt deze verdoving gecombineerd met een lichte slaap of roesje. Met deze ruggenprik verdoven we uw onderlichaam vanaf de navel tot en met de tenen. Op de OK vraagt de anesthesioloog u recht op te gaan zitten met de schouders ontspannen, de kin op de borst en een bolle rug. Dit is de beste houding voor de ruggeprik. Uw huid wordt eerst gedesinfecteerd en voorverdoofd. Dan volgt de ruggeprik. Het inbrengen van de naald is niet pijnlijk omdat deze heel dun is. Vervolgens wordt de verdoving ingespoten. U voelt meteen dat uw onderlichaam warm en zwaar wordt. Binnen een paar minuten is uw hele onderlichaam verdoofd. Het is gevoelloos en u kunt het tijdelijk niet bewegen. Door de verdoving kunt u soms tijdelijk niet plassen. De verdoving werkt tussen 1 en 4 uur afhankelijk van de duur van de operatie. De verdoving wordt gecontroleerd en hierna kan de operatie beginnen. U krijgt soms een roesje. Wanneer de verdoving uitwerkt, komt de kracht en het gevoel in uw onderlichaam geleidelijk terug. U wordt na de operatie naar de uitslaapkamer gebracht. Gespecialiseerde verpleegkundigen bewaken u hier. Mogelijk bent u nog slaperig. Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u pijn krijgen in het operatiegebied. Goede pijnbestrijding bevordert de genezing van de wond, versnelt het herstel en vermindert de kans op complicaties. De verpleegkundige vraagt u of en hoeveel pijn u heeft. U kunt dit aangeven met een cijfer van 0 tot 10. Dit is uw zogenaamde pijnscore. Als dat nodig is, krijgt u extra pijnstillers. U kunt hier ook zelf om vragen. Op de uitslaapkamer krijgt u een waterijsje. Dit kan u helpen om prettig wakker te worden. Bent u wakker? Is de pijn onder controle en voelt u zich verder goed? Dan mag u naar de verpleegafdeling. Hoeft u na de operatie niet in het ziekenhuis te overnachten? Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u naar huis gaat. Van een verpleegkundige krijgt u persoonlijke instructies voor uw nazorg. De medicijnen die u hebt gekregen kunnen uw reactievermogen nog een aantal uren beïnvloeden, ook al bent u wakker. Bestuur er om de eerste 24 uur. Beslist geen auto, fiets of ander voertuig. Bedien geen machines en neem geen belangrijke beslissingen. Zorg ervoor dat een begeleider u naar huis brengt. U mag de eerste nacht na de dagbehandeling niet alleen thuis zijn. Woont u alleen? Vraag dan of een naaste een nachtje bij u logeert. Deze kan dan bij eventuele problemen of dringende vragen contact opnemen met het ziekenhuis. Heeft u thuis nog veel pijn? Gebruik paracetamol of pijnstillers die uw arts heeft voorgeschreven.